Chibi. Zie je dat dat het beste is over Aalsmeer? Via Aalsmeer. Eerst Hilversum-Meidrecht. En dan Aalsmeer-Schiphol. Dit is korter, maar ik durf het niet. Nee? Nee, ik durf het niet. Ik ga er nu niet doorheen. Oké. Ja, simpliste, dat is toch eigenlijk te gek. Nou moeten we over 2 uur inchecken op Schiphol. En vanuit hier is dat dan het snelste te bereiken via Amsterdam. Maar de hele stad brandt, is afgesloten. Kunnen we niet meer in of uit? Sorry, maar ik zie er eigenlijk even ontzettend tegenop, nu. Stel dat we Schiphol levend bereiken, dan staan we daar overmorgen. Wat moeten we? Waar moeten we slapen? Onder de blote hemel. Moeten we deze schuur soms kraken? Kraken? Ja. Kraken, dat kennen ze helemaal niet in Nieuw-Zeeland, Coot. Nee? Nee. Als we hier nou morgenavond staan, dan bellen we gewoon aan bij dit grote huis. Met die mensen. Daar worden we gastvrij ontvangen. We krijgen een maaltijd. Zou ik denken. We krijgen 2 gastenkamers hier aangeboden. We mogen blijven zolang als we willen. In ruil voor wat lichte landarbeid. En ondertussen bouwen we hier ons huis. En iedereen komt helpen uit de hele vallei. De buren, de politie, de burgemeester komt helpen. Nee, het klinkt allemaal veel te mooi om waar te zijn. Ik weet het zeker. We komen eraan. Ja? En die hele vallei, die blijkt in handen te zijn van een malafide projectontwikkelaar. En die is daar bezig om een betonnen baaiers te bouwen, zogenaamd voor de opvang van Jesus people uit brandgevaarlijke pensions of zo'n leugen, zoiets. Nee, het is te mooi om waar te zijn. We gaan toch weg om dat soort doemdenken kwijt te raken? Dat heerst toch alleen maar hier? Ja, we zijn aangetast, ik weet het wel. Coot, ik weet maar het goed met jou gemaakt. Wat? Als blijkt dat ik jou vals heb voorgelicht, dan mag jij mij op dinsdag 4 maart, midden op de markt van Wellington, 25 stokslagen geven. Dat verandert de zaak. Oh. Dan gaan we. Nou, Coot. Oké. Niks meer zeggen. Nu zaal Concordia uit en niet meer omkijken. Nu. Hup. Ik klink. Kom. Oké, Coot. Ja, klaar. Zo. Die zit wel. Ach, mevrouw de Zeijs, mogen wij 2 pilsjes graag? Heel gek, Bie. Toch heb ik tijdens de uitzending een paar keer zitten denken. Nieuw-Zeeland, waarom gaan we eigenlijk niet? Eerlijk? Ja, dat een paar keer dat ik dacht, waarom doen we het niet gewoon? Waarom gaan we niet gewoon naar Nieuw-Zeeland? Nou, Coot, als je ergens niet moet zitten, dan is het in Nieuw-Zeeland. Hè? Hoezo? Economisch gaat het daar heel erg slecht. En dat heb ik nog voor je weggehouden. Wat? Knipseltje. Die oorspronkelijke bewoners. Hè? De Maori's. De Maori's. De Maori's. Die gaan zich nu roeren. Oh. Die willen hun land terug. Weg met de blanken. Moet je helemaal niet zijn. Oh ja. Dus het komt erop neer dat we gewoon in Nederland hier de derde wereldoorlog moeten gaan zitten afwachten. Precies. Maar hier zit je ook het beste. Hoezo? Omdat hier de derde wereldoorlog pas kan beginnen. Als ze al die voortvluchtige oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog te pakken hebben. En daar zijn ze net serieus mee begonnen. Ze hebben er pas 1. Die Duitse Weermachtssoldaat, die kat of een daar sterk op gelijkende naam. Dank wel, mevrouw Zijs. Hé? Ja, nou even stilstaan. Coot? Simpliste, dit is de 9e en voorlopig laatste uitzending van Op hun pik getrapt. Op 18 en 25 mei volgen nog 2 compilaties van 1 uur, maar dit is de laatste uit deze serie. En zo'n laatste uitzending, dan behandelen we nooit de actualiteit. Die laten we nu maar eens met rust, maar dan geven wij altijd een groot slotfeest. Daar zijn nog 2 redenen voor. In de eerste plaats is dit de 3e dag van de lente. We geven dus een tuinparty, een lentefeest. En in de 2e plaats is onze grote vriend en medewerker, ingenieur Walter de Roche-Brun, vandaag jarig. Verrassing. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in Euphoria.
gloria, in de gloria. Piep, piep, hoera! Ja. Kom er maar uit, Walter. Kom er maar uit. Inzier de Rochebrun, goed vol. Kom er maar hier. Walter. Walter. Niet schrikken. Hoeft niet schrikken, meneer de Rochebrun. Hij is er niet, dat kan toch niet. Hij is er altijd. Hij is er niet. Staan we met de cadeautjes? Wat jij? Wat jij koffer? Wat jij? Ja, boekje van Erik Fromm. Nou, dat is toch ook ongelooflijk sterk. Ik ook. Ik had Revolutie van de Hoop. Ik heb Liefhebben een kunst en kunde. Nou, om zelf wat te lezen. In het weekend. We kunnen moeilijk de hele catering weer mee naar huis slepen. De gasten zijn al onderweg. Ja. Hé, kijk. Er is een wel gefilmd hier van de week. Kijk maar. Zie je? Ja. Kijk, dit is de Rochebrun. In zijn kruis getast. Dat is de Rochebrun. Okay. Wat dacht je, Bie? Zullen we beginnen met de Tom en Jerry films en dan daarna Epiclips nou op 8 mm of andersom? Nee, ik had gedacht dat ze eerst al onze programma's van dit hele seizoen op video terug moeten zien. Dat moeten ze zien, ja. Dan beginnen we om 10 uur met de Sjoelbak-competitie. En daarna, dan loopt het al tegen 12, het tafelvoetbal. Goed, de drank, de wijn. Wat hebben we? Beaujolais, is dat betrouwbaar, denk je? Ja, is van dezelfde BV als de Bourgogne. Zit goed. Goed, wijn is dus ook oké. Okay. De genotmiddelen verder. Ik had gedacht te beginnen met de nederwiet, dat we dat eerst opmaken. Want ik wil eigenlijk de Columbia voor de paas bewaren. Is goed. Daar ligt de spiegel voor de kook. De spiegel voor de kook, dat is ook in orde. Ja, simplistisch is eigenlijk raar. Als je dan vergelijkt met 10 jaar geleden, dan had je voldoende aan 6 flesjes pils, 4 flesjes oud bruin en 10 stoelen in de ronde voor een feestje. En tegenwoordig wil je een beetje een partijtje geven, dan is er zo ontzettend veel voor nodig. Bovendien, als je vroeger zei, het begint om 7 uur, was iedereen er om 7:15. Ja, daarom is het goed dat we gezegd hebben dat het om 3 uur begint vanmiddag. Hoe laat is het nu? Het is 4:30. 4:30. Oh, zullen de eerste zo wel komen? Ja, denk ik. Weet je wat, Kook? Wij kunnen dan nog even de glazen opwrijven. Vind ik altijd zo'n rot gezicht. Ja? Moet je kijken. Al nee. Ja, ja, je hebt gelijk. Ja. Hè? Dat kan niet. Kijk, kan er wel af hoor. Zo is het een heel ander glas. Dat kan je de gasten voor zetten.